En dat gaat niet goed, helaas. Optrekken 120. Dus. Optrekken 120 en dan uitschakelen. Ja, nu start hij wel goed. De simulator is voor jullie. Oké. Okay. Oh, gaat een goederentrein voor ons uit. Ik denk dat je knalt er zo doorheen, joh. Ja, dan ga je alweer dat je niet op kan schakelen naar 120 zo meteen natuurlijk, hè, als die hier voor ons uitgaat. Ja. Het is een stukje af 80. Even kijken, hebben we de tijd in de gaten houden van vertrek, hè? 38, hoe laat moeten we? 39. Ik zou even gaan bellen, even naar de treiningsleider. De HC? Nee, we hebben geen veilig. Oh ja. Hier de HC, 12:34, zegt u maar. Ja, ik ga even bellen naar Porsche, want we hebben nog niet veilig, dus we hebben vertrektijd. Trein is leider Kelder Malsen. Ja, goeiedag, met machinist Amersfoort 2. Ik zit op trein 12:34. Ik heb nog steeds geen veilig. Is dat zo? Maar je volgens mijn systeem zou nu zijn veilig. Oh ja, ik zie hem nu komen. Hé, hey, bedankt. Jo, hoi. Oh, mooi. Ja. Even kijken hoor, dan zitten we dus al 8:39. Op, zitten we al 30 seconden te laat. Nou, even die HC even oppiepen dat die... HC, we hebben veilig. U mag vertrekken. Over. HC 12:34 zegt u maar, over. Ja, je bent de machinist van de 12:34. Waarom vertrekt u nog niet? We hebben al veilig HC. Nee, het is nog echt niet opgelet. Ik ga gelijk sluiten. Ja, we hebben veilig. Rijrichting. Nou, even kijken, hoe zitten we qua tijd? Hoeveel minuten gaan we spelen? Ja, dan moet je gewoon even, ik denk dat je gewoon even een 130 moet opschakelen. Zal ik deze even doordrukken? Dan kun je hem op die goede snelheidsmeter zetten. Even goed uitschakelen ook weer, hè. Hebben we die doorkomsttijden? Yes. Kijk, aansluiting noord, aansluiting zuid. Voor mij waren we nog redelijk op tijd hoor, of niet? Of is dit... Zullen we dan gewoon proberen 120? Of 125 of zoiets bij? Ja, gewoon 125 proberen. Pak het midden weg. Kijken hoe laat we doorkomen bij die aansluiting Zuid. Kijken hoe laat is het nu, 42. Daar moeten we 43 langskomen bij die Zuid-aansluiting. Dus nog bommel is 45.
4, ja. Voor mij zijn we nog net op tijd. Even kijken. Ja. Ja. Dit mag heel te snel op, hè. We kunnen wel weg Kenbord staat op de brug ergens in. Ja, aan het einde van die brug. Ja. Maar wij snappen er bijna nooit. Nou, je kan nou iets later remmen, want je hebt natuurlijk minder ja. snelheid, hè? Ja, precies. Normaal vliegen er allemaal in die kraaien tussendoor, hè? Kijk, hoe laat zitten we nou? 44. Oh, we zijn al wat krap. Ja. Wat krap. Maar ik kan later remmen, dus. Nou, we komen wel te laat binnen. Dat is een ding dat zeker is. Kijk, zie je? Het verkenbord staat hier. Ja. Dus je kan nog lossen, hoor. Want het is... veilig komen met de conducteur. Ja. Ja, kun je zien hoe belangrijk dat is. Het is gewoon verpesten. Ja. Einde van het perron. Dat is wel druk. Volle bak. Wat een volk zeg. Even kijken hoe laat leven we nou. Ja, we zijn bijna een minuut, we zijn een minuut te laat, joh. Ja. Nou, het is gewoon best zo. Dan blijft er één staan. Is die, dat is de keuzeleider. Stap te dromen. Die gaat niet mee. Nou, dat is niet, geen visueel gehandicapt of zo. Zwaaien aan. Oh. Kijk, hoe laat zijn we nou vertrokken? 46, ja. 46, 30, ja. Kijken. Ja. Wat zou je. Ja, vlak voor. Ja. Nu 130 optrekken, hè? 130 optrekken. Ja. Ja, dit is een beetje lastig. 56 in Den Bosch. Even kijken hoe laat we bij. Bij Hedel en bij. Ja, oud Zaltbommel. Even kijken, dan zou je 46. Dat is nu 47. Dit is oud Zaltbommel. Ja. Even kijken hoe je. Hedel. Hedel kom je 49 door. Dat is wel wachten. Dan schakel ik me uit ofzo. Ik zou nu even uitschakelen, anders gaat het hard. Oh ja. En je remt nu. Ja, dat is los.
regel was de 8:49. Hoe laat is het nu? Het is nu bijna... bijna 30 over 48. Ik zou hem gewoon laten lopen als ik jou was, want je kan... je zou misschien voor Hedel, voor de brug, zou je hem even op snelheid kunnen houden of zo. Dat je niet te veel verliest. Ja, dat is goed. Dat is slim, man. Dan rij je wel iets minder zuinig, maar ja, je moet ook voor de tijd winnen. Ja, ik weet niet, even kijken. Hier is Hedel al. Ja. Even kijken. Hoe laat is het nou? 49, ja. Je kan ook later remmen, hè, natuurlijk. Minder hard. Ja, ik zou hem gewoon... Je zit net een beetje op het zonderslagpunt van gas geven of niet gas geven. Ik zou hem gewoon laten rollen. Ja. Je mag niet te laat binnenkomen ook natuurlijk, maar ja. 56 moet binnenkomen. Even kijken, de snelheid. Eenmalig een tikje geven, maar... Als ze niet onder de 100 komen, dat is denk ik belangrijk. Gewoon rond de 100 houden, eventjes. Ja, precies. Nou, we zitten ook bijna op de brug, dus... Ja. Ja, daarom. Nou, ik zou hem gewoon laten lopen. Als het goed is, loopt hij zo weer iets op. Snelheid. Ja. Dan laat hem wat harder. Maar laat hem gewoon lekker rollen. En dan gewoon, zal ik het kan gewoon zo slaan mogelijk remmen. Pak je tijd eens mee. Binnen de regels van. Ja. Ja, daarom dat je. Zo, nou blijft hij vrij constant de snelheid. Ja. 95 of zo, wat is het heel? 98. Ik had wel verwacht dat die harder zou gaan lopen. Jij niet? Nu. Ja, dus de andere kant op loopt die meer af. Ja. Je blijft hier een beetje op die dijk zitten, hè? Die loopt heel... Ja. Hij loopt heel iets af van die brug, maar dan is het weer vrij vlak. Moet op de aansluiting zijn. Zit er ook pas. Ja. Kijk, het is nu 2 weer. Maar je kan hier ook zo slecht vooruit kijken. Je hebt minder inschatting gewoon. Omdat het beeld niet realistisch is. Dus denk je van, nou, pak hem nu even een klein beetje. Maar... Of we komen net blij binnen of we zitten een minuut te laat. Dus ook even afwachten wat voor seinbeeld we krijgen. Je krijgt natuurlijk die vaste snelheidsverlaging zometeen. Dus dan even kijken hoor, er komt zometeen die. We zitten nu al bij die bocht. We krijgen zometeen die borden. Dan gaan we de goede kant op. Valt niet tegen. Kijk, zie je nou mooi terug naar 80? Ja. Of 60 is het, ja. Nou, dan. Minimaal remmen. Ja. Dat je wel bij de aansluiting 60 rijdt natuurlijk, maar dat
makkelijk. En terug naar 40. Even kijken. 53, halve minuut. Dat is wel jammer dat je terug naar 40 moet. Ja, nou, geen 56. Nee. Ja, nu verlies je wat snelheid, maar hij loopt zometeen weer iets af. Hè? Van, ja, ja. Nou, we hebben geen dus. Mogen kunnen lopen. Het is wel een sport, hè? Ja, het zal krap worden. Want het is ja, nu, ja, ja. Kijk, 54, 12. Ja, nou moet hij gaan oplopen zo meteen die snelheid, want hier ga je alweer naar beneden. Ja. Even kijken, loopt hij alweer op? Nou, alweer. Nu moet hij eerst goed, is toch... Dat vind ik ook een beetje... niet helemaal kloppen in de realiteit, volgens mij. Normaal loopt hij... ja. Ja, zie je, hij loopt op, zie je? Ja. Hij gaat nu naar 35. We hebben nog een. Ja, het is nu 55. Zal erom hangen, hè? Wat krap. Ja. Ik denk dat we net te laat zijn, maar dat maakt niet uit. Even kijken. Goed, dus hebben we 6 bakken, hè? Of wat was het? Ja, was dat zo? Ja, ik weet het niet. Hoeveel bakken hebben we? Louis? Even de HC. 6. Oké. 6. Even kijken. 48, 49, 50, 10 seconden. Oh shit. 8 seconden. 7, 6, 5. Zet hem neer. Zet hem neer. Ja, hier hebben we de 6. Shit, 10 seconden te laat.